Het parcours is gesloten voor zitten. Wij starten zoals gezegd op ongeveer de startvolgorde van de lijst van de viergemaakt. En dat betekent dat de eerste combinatie voor dadelijk zal zijn Noah Jansen met Guadalupe. Thank you.
ik heb ook tijdens de wedstrijd van. En binnengekomen is de eerste deelnemer aan deze tweede match. En dat is Monica Henley met haar pony Curly. Ik vergeet nog, het is Noah die als eerste moet starten, maar die is gewoon niet binnen. Dus vandaar dat ik een andere Amazone aankondigde. En de bel gaat dus voor Noah Jansen met Babalu. 8 strafpunten in de eerste match. En de ruiters en Amazones die meerijden in de klasse Z en ZZ, kan ik vast vertellen dat het parcours wat hier nu staat, voor jullie de eerste mars zal zijn. Dus dit parcours geldt als eerste mars voor de klasse Z en ZZ. Uiteraard is er straks nog een gelegenheid. Ja, dan is het nu zo klaar. Ja? Het is tijd voor Noah Jansen in haar tweede maand. Dus 4 strafpunten. Ze bleef binnen de toegestane tijd. Na 2 omlopen brengt het haar totaal op 12 strafpunten. We gaan nu wel kijken naar Monica Henley met Curly. En zij had 8 strafpunten in de eerste omloop. Ja, het staat wel zeker.